Hier speel ik meer dan 30 jaar. Hier kreeg ik ooit mijn eerste kans. Hier maakte ik mijn dromen waar, mijn allereerste conferentie. De televisie was erbij. Hier stond ik met mijn grote mond, een jonge bleu, een jonge blij, toen ik nog niet mijn vak verstond. Maar wel een overvolle zaal. Precies wat elke dromer wil. En kijk nou toch, hoe leeg en kaal. Het is zo angstaanjagend stil. Ik ken veel zalen in het land. Van Delfzijl tot Veenendaal. Van Venlo tot in Loon op Zand. Ik ken ze echt. Echt allemaal. Maar deze bij het Rembrandtsplein. Dit zaaltje. Hartje Amsterdam. Het is precies wat het moet zijn. Hier zag ik vuur. Voelde ik vlam. Hier knetterde het van plezier. Dat is wat elke grapjas wil. En dan afloop aan het bier. Maar nu, het is angstaanjagend stil. Net zo stil als in Carré. De Ziggo Dome, de Stopera, de Schouwburg, elk café, de bioscoop. Ach, ga maar na. Theater is niet essentieel. Niet zoals de Gal en Gal, de koffieshop en weet ik veel. Het is toch raar en gek en mal. De lach, de grap, een vrolijk lied. Ik slik de veel te bittere pil. Waarom mag dat niet? Het is zo angstaanjagend stil. Ik sta hier voor een dode zaal. De stoelen leeg, zonder publiek. De troost is schrijnend, schrijnend schraal. Ik voel me misselijk en ziek. Maar neem één ding van me aan. Aan alles, alles komt een eind. Dus ook dit zal overgaan. Ook deze duisternis verdwijnt. Ooit staan we hier weer allemaal. Dat is wat ik u zeggen wil. Dan lacht die weer, die volle zaal. En nooit meer angstaanjagend stil. Nog even bijten. Misschien een jaar. Dan leven wij weer voor de lol. Dan ontmoeten we elkaar. Dan lopen de theaters vol. Van Amsterdam tot Winterswijk. Tot Venlo, Zwolle, Amersfoort. Zonder gezever en gezeik. Wordt er weer een gulle lach gehoord. Tenminste, dat is wat ik voel. Dat is wat ik schreeuw en gil. U begrijpt wat ik bedoel. Het wordt nooit meer angstaanjagend stil.